Organen is als een blok aan het been van de NVEBS. Dat zegt president-commissaris Leo Brunswijk. Volgens hem moet het energiebedrijf haar businessonderneming zwaar subsidiëren. En de verliezen die daarmee gepaard gaan zijn aanzienlijk. Als je marktconform wil opereren, dan kost die kleine kasbom wat we hebben, die kost 375. Nu betaal je amper 40 SRD voor. En kijk wat, hoe groot het verschil is. Die 100 slips, die moet iets van 2200 worden. Snap je? Dus dat zijn de prijzen die waarvoor je het moet verkopen. Maar EBS die subsidieert de kleine man, alle restaurants, alle bedrijven, die kopen het allemaal goedkoop in. Wie moet het verschil betalen? Als je importwaarde bijvoorbeeld 300 SRD is, zonder winstmarge, en je verkoopt het voor amper 200 of voor amper 50, dan zie je dat de EBS moet inkomen. Dus daar gaan we dus met de overheid over praten. En wij gaan dus ons huiswerk goed maken en alles presenteren aan de minister van Financiën. Om te zeggen van kijk, of indien men niet anders wil, dan ben ik wel bereid om die afdeling dus af te stoten. Ogane is een business unit van de EBS die zich primair bezighoudt met de gasvoorziening in geheel Suriname aan particulieren, ondernemers en de overheid. Een belangrijke spil binnen de totale samenleving dus. Dit bedrijf levert al decennia lang kookgas aan Surinaamse gezinnen en bedrijven. Ogane is ook belast met de import en opslag van liquid petroleum gas, afgekort LPG. Het vullen van diverse gascilinders, de verkoop en distributie van gevulde gasflessen, de distributie van LPG in bulk en ondergronds aan ondernemingen, onderhoud en reparatie van gascilinders en bulktanks. Ogane is verder ook verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties van alle productieinstallaties, keuringen van gasinstallaties en het verhelpen van gasstoringen. De president-commissaris pleit ervoor dat de kookgasprijzen marktconform worden. Net als brandstof worden gascilinders ook illegaal doorverkocht in onze buurlanden. IBS kan het niet meer dragen. Het is ondraaglijk voor IBS op dit moment. De prijzen zijn veel te laag. Dus we gaan met de regering praten. En dan moet de regering kijken hoe zij met wat voor antwoord zij gaan komen. Maar het is niet te doen zo. Nou kijk, het is niet alleen Frans-Guyana. Want sommige mensen hebben mij wel verkeerd begrepen. Het gaat ook richting Guyana. En het gaat ook richting Frans-Guyana. En wij subsidiëren dat. Dus wij moeten meer marktconform gaan opereren. Anders kunnen wij dat niet halen. Voor IBS is een grote verliespost.